Hallo iedereen, welkom weer een gloednieuw video op mijn kanaal Nino Delfino. Mijn naam is Nino en welkom bij een nieuwe aflevering van Need for Speed Most Wanted op de PlayStation 2. Zoals ik in de vorige aflevering had gezegd, ging ik dus een beetje geld inzamelen, racekus doen en zo, om de Toyota Supra te upgraden. Dat heb ik gedaan. Je kunt zien aan de statistieken rechtsboven in beeld. Dus ja, ik heb dus ook een klein beetje aan styling nog gedaan. De laatste video had ik enkel de velgen zwart kunnen doen. Ik ging normaal gesproken de ramen ook zwart doen, maar ik heb toch gekozen voor rood. Met van voren nog een paar stickertjes, het merk van de velgen die ik heb gekozen. En achteraan het Most Wanted logo, dat je nu niet echt kunt zien. Even kijken, inzoomen. Ja, zwart. Dit is het Most Wanted logo, staat er aan de kant. Dus, ook in de vorige aflevering hadden we dus Vic verslagen. Dus vandaag gaan we de eerste races doen voor Easy. En dan moeten we er 4 doen in totaal. Eens kijken, wat hebben we hier allemaal? Circuit, tol, sprint, een drag race, radars en een sprint. Dus ik zou zeggen, we laten beginnen met een drag race, want dat hebben we nog niet gedaan. Het is de eerste drag race die we gaan spelen. Dus ik hoop dat ik het kan. Ik wil even kijken naar de uitleg, want ik weet niet 100% hoe het moet. Perfect. Schakelen, info, weergave, geeft aan wanneer je in de perfecte schakelzone zit. You're gonna reach high speeds in drag races, so don't try and steer the car. Just... We zien het wel. Ik denk dat L2 en R2 knoppen zijn voor te schakelen, hoop ik. Ik weet niet van buiten hoe ik moet schakelen, dus we zullen te zien. Zolang ik het maar juist doe, dat is het belangrijkste. Ja. De kant is hoog. Kan ik deze wel winnen? Ik betwijfel sterk. Nope, weer een plaats. What the fuck moet je daar winnen? Holy shit, Nesto was echt... Ik weet niet hoe goed. Oké, ik ga nog een poging doen. Deze keer gelijk met een nitro gebruiken. Want de rest was ik een beetje aan het wachten, maar ik schrik als het verkeerd is. Oké, deze keer zijn we dus voor iedereen. Wat dat goed is. We kunnen die met de meestal niet ophouden. Voilà, dat scheelde niet veel. Alright, kijk, zo moet dat dus. Hartstikke idee. Hé, is dit een vuur? Oh nee, het is een berichtje. Oh, ik ga allemaal lezen, zo vergeet het. Okidokie, dat is het volgende evenement. Laten we een circuitje doen. En deze. Let's go. Alright. Mooi driftje doen. Altijd leuk. Dan maak ik gelijk. Deze keer doen we niet zelf te schakelen. Dat is een makkelijk. Als je trouwens rechts onder in beeld ziet, dan zie je ook weer dat ik een andere snelheidsmeter heb. Deze is nog net een beetje te doen. Dus hier was het sowieso niet zo duur. Het is vandaar dat het euro of zo. Allee, wat hij in het spel niet doet. Ik denk 500 euro best veel geld, maar het spel valt nog goed mee. Alright. Nu toe, want de tegenstander zit stopwater, wat dat heel goed is. Ik hoop dat we dat zo kunnen houden. Ik heb natuurlijk deze Toyota Supra volledig geüpgrade met de maximale upgrades die ik momenteel ter beschikking heb. Tja, beter upgrades, hola. Ja, dat ging gewoon in, dat ging vrijgespeeld. Ook zitten we nu dus in Cannon Beach, hebben we vrijgespeeld, dus nieuw terrein hier ook. Dus ik ken hier niet 100% hoe de wegen hier liggen, dus allee, wel een beetje van vroeger, maar ik weet niet meer 100%. Allee, ik ben ze ook niet gewoon, zou ik zo zeggen. We zien er wel, want ze zijn gelijk door iemand in de nek te hagen. Eigenlijk. Ik ga gewoon elke keer doen als ik dat zeg, hè. Eigenlijk.
een meme van maken. We zijn close, hè. Ja, dus daar gaat het eerst, hè. Oh, man, heel goed. Seconde kut! Godverdikkie. Dat ging niet de boot zoals ik wou. Goed, we zijn doorgeraakt. Beter dan de andere wil toch zien. Jee, we staan laatst. Geen klein fout te maken, zoals het is. Dus. Dan kun je een fout maken. Want anders kan het daar wel een race kosten. Nee! Kom, heren, nee! Daar is een finish al! Nee! Hoezo zou die nu ineens zo snel? Heel de fucking race! Oh my fucking god, fuck you! Heel de fucking race doet die kei rustig in de laatste fucking meters. Dan ineens gaan ze mij zo moeilijk doen. Oh my god. Doe dit nou niet al. Oh man, daar ben je gewoon zitten doen. Maar continu die X-toets in te drukken. Jeetje mina. Hey, Razor, fuck off. It's your pal Razor. Heard you back in, I hope you enjoyed your vacation. Maybe I should call you sweetheart now, huh? Glad to see you're a sucker for punishment, though. And by the way, thanks for the ride. Be seeing ya. Fuck you. Alright, nog twee racekes. En dan hebben we de races al voltooid. Eens kijken, welke van de torens is makkelijker? Ik denk deze. Ik ga het over deze. Minimale kans op politie. Dan hebben we niet gelijk politieachtervolging. Alright. Deze manier gaat het niet goed komen. Dus ik letterlijk alles raak waar ik tegenkom. Veel plaatsen om te pakken, zien dat we het doen. Maar deze gaat wel doen. Oh, hier is het wel druk, jongens. Nee, stop met driften. Kom doorrijden. Niet te moeilijk doen. En hier is de laatste. Klabblaan. Hartstikke idee. Topfoto. Niet normaal. Woe. Alright! Dit is celebration. Nog één race en dan hebben we alle races gehad volgens mij. Jop. Laten we een. Eens kijken. Radarke. Niet zo heel leuk parcours.
Let's go. Oh, oké, deze maximale kans politie kunnen we dat die misschien naar de volgende krijgen. Kunnen we ineens de mijlpaal verhogen? Dat is ook wat anders. Alright. Dat is een mooie Toyota Supra. Alright. Dat is knallig los op de muur en dat doe ik nu sowieso. Alright, we hebben gelijk een politieachtervolging. Ik weet niet exact welke mijlpaal ik kan doen, maar ik ga het sowieso binnen 3 minuten zien tot slaan. Dan doen we die. Oké, he's run, let's get some additional units out here. Binnen 3 minuten zien te ontsnappen, maar ik moet ook 4 minuten volhouden. Wauw, nu gaan we gewoon 3 minuten ontsnappen. Staan we de mis? Ja, goed zo. Ja. Als ik even. Ik denk dat we outside of hem hier standby. Target lost. Gonna need containment here. Losers. Unit heading up. Losers. Pritzers. Oh, dear. I have a code to set up containment. Okay. Switch. No, that's not nice. Telephone. Hey, I heard you were rolling the streets. Hi. If Rockport is anything like this, you're gonna have a lot of worked rides to take out. I hear Razor's been rattling a lot of people out there. I wouldn't worry about it, though. He's just trying to throw you off your game. Stay on target. He'll pay soon enough. I gotta hook up some numbers on you. See you later. Okay, later. Hey. Nombrice. Mia maakt winst. Rog. Hello? Hey, I've been digging around and it looks like that Mia chick's laying a lot of cash on you. I don't like her. Oui. I also found out she has a real long record. That means the cops are probably watching her. I'd stay away if I were you. Okay, we zien wel. Nou, dan hebben we de race voltooid. Dan gaan we de mijlpalen nog proberen ze. En dan wel, hoeveel moet ik er doen? Eentje, drie. Weten we? Dat is voor de volgende aflevering. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer video's van mij zien? Druk dan op de abonneerknop hieronder en druk tegelijkertijd op het belletje. Wil je een melding ontvangen van mij? En zeker doen als je mijn video's wilt zien. Want ik upload niet elke dag of elke week. Ik heb geen schema of niks. Ik upload volledig random. Dus druk sowieso op dat belletje, zodat je sowieso een melding ontvangt wanneer ik dus een video upload. Als je mijn video's wilt zien. Als je ze niet wilt zien, ja oké. Tot de volgende keer. Ja, dat is zo'n beetje, hè. Dus dat zeg ik, zoals altijd, tot de volgende keer, later.